je kijkt naar deze video. Geef ons een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. 26 juli gaan wij rijden bij de Evo Cup in Ermelo. Op het KNS Centrum. En dat is een soort NK. En daar bestaan er 3 onderdelen. Een gejureerde proef door Imke Schellekens-Bartels. Een mental coaching van Laurens van Lieren. En een vlogtraining van Danielle van Mierlo. Komen jullie ook kijken? De toegang is gratis. Zaterdag en we gaan naar het strand. Ja, ja. We hebben bij ons daar ergens Steef met... Oh, ik zie er niet. Ze loopt weg. Oh, daar. Steef met Lita. We hebben Altwin meegenomen. Die zie ik helemaal niet door de zon. Daar. Met Alice is mee. Ja, ook geblinderd is die. Het is hier wel Harry. En Belletje. En onze coole trailer. Hoe gaaf is dat dan? Hij zegt gaaf, hè? Dus Testy kan nu even gaan zadelen en dan gaat ons Belletje voor het eerst naar het strand. Ik heb mijn meest charmante outfit aan. Veiligheidsschoenen, dan kan ik het water in. Ik was vergeten om mijn rubberen laarzen mee te nemen. Oh, nou, ga maar even opschieten, want iedereen wacht op je. Hey Schatbel! Hey Bel! Heb je er zin in? Goed zo! Kom maar Tess. Nou, we gaan over een zebrapad met Bel. En ook dat doet ze gewoon hoor. Bel, de braafste pony van Nederland. Zo, ik denk dat dit mijn nieuwe auto wordt. Nee joh, gek. Op een fiets? Nee, Bel. Het is wel flexibeler. Ja, woehoe. Nou, gaat goed. Er gebeurt eigenlijk niet veel. Ja, ze zit achter de vader aan met de zweep. Maar toen was ik te laat met filmen helaas. Zo, het is gelukt. De pony kijkt het nergens van op perfume, hè. De eerste stappen op het strand. En ook daar kijkt ze niet van op. Het is dan nog een rare pony, jongens. Het boeit er allemaal helemaal niks. En ze is echt nog nooit op het strand geweest, dat weet ik zeker. Nou, ze is lekker door het water aan het wachten, hoor. Je kan erin, hond. Nee. Steef, laat het zien hoe het moet. Hier, misschien moet gered worden. Gered. Ja, ze krijgt zwemles. Ik denk dat ze straks naar Engeland moet varen, zwemmen. Nou, ze wil draven in ieder geval. Draaf van me weg en dan draaf ze weer naar me terug. Gaat prima. Volgende dimensie, want het is natuurlijk niet genoeg als je in het water gaat. Dan moet je ook gewoon de golf in. En zoals ik zei, ze krijgt gewoon zwemles naar Engeland toe, denk ik of zo. Nou, dit vind ik wel spannend hoor. Ja, ze gaat er toch in, dus gaat goed. Heel geslaagd. Ze vindt wat dingen wel eng, maar ze gaat niet rennen, vervelend doen of lastig doen. Ze vindt het alleen spannend, soms wat zijwaarts lopen. En ze heeft wel de kopje hoog en de oortjes erop, dus ze snuift. Maar ze doet uiteindelijk gewoon helemaal niks. Beetje doorstappen, dat was het. Ze lijkt ook nu wel ontspannender en ze lijkt ook wel trots op zichzelf. En wij zijn natuurlijk ook super trots op haar. Ja, ze heeft nu een manicure gehad. Ze heeft namelijk hele schone poefjes. Kijk maar. Zie je? Helemaal schoon. Nou, geslaagde dag, kan niet anders zeggen. Vandaag komt iemand echt een beetje speciaal. En Danielle van Mierlo. En daar gaan we iets leuks mee doen. Hier! Ja. Dank je. Wat gaan jullie doen? Poetsen. Paard poetsen. Oké. Ik kom net uit de wijk. Ik heel vies. Hij is net, maar hij komt uit de wijk. En ik moet nog even vriendjes maken. En dat doe je altijd door te poetsen? Ja. Oké. Nou, ik zei wel het allerliefste, braafste paard dat er is hoor. Dus... Ja, ik merk ik ook heel veel dingen met hem. Oh, mooi. Ja, ik ga gewoon die geven. Nou, Kim die gaat even haar eigen groomkunst bekijken. Toiletteerkunsten moet ik zeggen, geloof ik. En die is heel goed. Ja. Oh, kijk er, kijk jongens. Oeh, ja, maar dat is gevaarlijk, hè, maatjes knippen. Ja, één hap en je moet weer omhoog. En dan nog hap en je moet weer omhoog. Dat is waar. Ja, keek ik echt zo? Ja. Tess is aan het oefenen. Die video krijgen jullie binnenkort te zien. Au!
Wat doet ze? Je klinkt wel na als ik erin ruik. Kom hier. Hey, oh, Veronica, wat was erin? Oké. Okay. Ja, het is een rotschaar, Rebecca. Dat is niet mijn schaar. Oh, voor mij. Dat is een geadopteerde schaar die in mijn poetskist op een of andere manier terechtgekomen is. Van mij. En wat doe jij nu anders dan Kim? Sneller. Sneller? Nee, Kim die knipt zo. Ja? De onderkant. En ik probeer eigenlijk aan de onderkant zo komen, zodat de bovenkant een beetje meer overheen valt. En dan, maar dit is inderdaad wel echt een rotschaar. Ja, het is echt wel... Ik probeer het nu heel mooi te doen, maar... We hebben nog 30 andere scharen. Wil je een andere schaar? Ja. Nee, maar ik vind het wel echt. Danielle is er. En die gaat springen op Vrood. Nou ja, springen. We gaan het meemaken. We gaan daar een super gave video van maken. Ze heeft meegenomen daar achter haar moeder. Even kijken of die kan vinden. Ja, daar is ze. Die is ook aan het vloggen. Die is ook aan het vloggen. En we hebben natuurlijk bij ons kindertje. En oh, volgens mij sta je met je cap ervoor. Kim en Chris natuurlijk. En hoewel Tess zo meteen in de vlog iets heel anders gaat spelen, vindt ze het nu wel heel leuk om broem te zijn. Zo. Hij kijkt er mij niet op. En die aan je paard zitten nog. Dank je. Nee, ga je uit. Gaat dan niet met een longeerlijn springen. Dat gaat niet, schat. Daan, wat ga je doen? Aan de verkeerde kant opstappen. En dat heb ik nog nooit gedaan. En ook nog nooit met springbeugels. Dus dat wordt sensatie. En dan ben je ten linkerbeen. Een beugel. Linkerbeen? Nee. Wat jammer. Nee, want dan zit ik achterstevoren. Jullie zitten me de hele tijd in de maling te nemen, maar ik zal het even laten zien. Ik ga straks gewoon over 1,20. Veel succes. Dat is wel een mooie uitdaging. Ik wou net zeggen, daar hou ik je aan. Kijk, hey, de paard is veel hoor. Blijf je staan? Ja hoor. Ben jij nou foto's aan het maken? Zeker. Maar jij bent toch atletiek gegeven? Dat is heel lastig. Alles kraakt. Dat is het zadel. Nee, dit is heel raar. Ga dan maar gewoon. Soepeltjes. Ja, ik vond nog meevallen. Ik ben mijn beugel kwijt. Oh ja. Ik ben mijn beugel kwijt. Oh, die is hoog. Nou, ik ga... Ik word eens hier zitten. Echt schitterend dit. Maar je zit wel goed aan deze kant. Zit je gelijk? Of vrouw vind je... Net haaien van het bouquet. Nou, ik heb die daar ondergenomen. Doe jij eens, doe ze eens uit, want volgens mij is eentje... Ja, het scheelt er. Klopt. Welke wil je? Nou, dan doen we die korter. En Daan is even aan het losrijden op Roontje. Voelen hoe ze is. En dan gaan we zo even een video opnemen. Tess loopt gewoon voor het paard langs. Niet het beste idee. Wat ga je doen, Daan? Zonder zadel. En toen kwam Tess met het leuke idee om met z'n tweeën zonder zadel te gaan. Dus die is even de helm aan te halen. Het is lekker nat. Ja. En nog een klein stukje vol diertje tijdens deze videodag. Is toch schattig, die twee zo. Gelukkig wegen ze allebei geen bal. En blijven ze binnen het zadel. Ze heeft Veronica daar ook geen last van. Goed zo, meisjes. Het is woensdag en Tess heeft les bij Steef. Wat minder bakjes in de bak vandaag. Maar dat maakt het ook niet minder. Eerst gaan we 7 galopsprongen laten zien. En dan 6. Dus voor die 7 moet je wel wat dichter bij die sprong brengen. Langs de galopperen. Zo ja. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Hey, jij kan er zelfs acht rijden. Nu 7, ja? Ja, 7. Je hoeft niet harder te gaan rijden. Maar je ging een klein beetje, sprong niet in draf terug. Ja. Kijk, je kan wel langzaam galopperen, hartstikke goed. Zo, kijk waar je heen gaat. Zo, en hou hem tegen. Oh. En tegen hou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En nou een keer 6. Zo, kijk waar je heen gaat. Op tijd wenden naar je sprong.
1, 2, 3, 4, 5. En ze doet wel. Ze is er wel mee bezig, zeg maar. Nog één keer 6. Dat waren er 5. Dat maakt niet uit. Je doet wel. Je bent wel ermee bezig, zeg maar. Hoeveel aan het nadenken? Ja. Dus iets minder hard. En dan klem ik de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, hey, goed hoor. Even stappen. Even hier komen. Wat zei je? Ja, zeker. Mooi. En dan een klein beetje de balken mee. Weet je hoe dat komt? Nee. Omdat je iets... Hij sprong ja, iets te dichtbij. Daar had je eigenlijk weer zo'n sloopsprong, weet je wel, een klein beetje. Ja, en daar had het dan weer een hele... Ja, precies. Maar hey, je hebt er wel 6 gemaakt. Ja. En je kan er zelfs 5 maken en je kan er 7 maken. En als je dit kan allemaal, dan kun je dadelijk heel makkelijk een parcours rondspringen. Oh, ik hoop dat jullie me een beetje kunnen verstaan. Maar het belangrijkste, nou, een van de belangrijkste dingen is natuurlijk je pony verwennen. Ja, ik heb hier een appeltje. En dat appeltje geef ik aan haar omdat ik haar hartstikke lief vind. Maar ook om gelijk eigenlijk te zeggen, hey Bel, kan je vandaag lief tegen me doen? Fitch denkt ik wel ook een hapje. Moet jij van je vriendin vragen? Wacht even. Vind je ook een hapje? Bel! Oké, dit gebeurt vaker. Ze bijt me wel door, alleen meestal laat ze een stuk vallen. Ja, sorry, Fitch heeft het al laten vallen. Ze is hem nu daar aan het oppeuzelen. Spijt me, Fitchie, man. Ja, en dan eet ze hem lekker op. Ik heb Verona ook al eentje gegeven. Ook een stuk vlas in de mond. Oh. Nou... Ik denk dat we nu al vriendjes zijn, hè Bel? Dan denkt ze, ja, even in een appelfabriek werken en nu wil ik meer. Give me more. Het is best warm weer en paarden vinden dat niet zo heel fijn. Ze vinden het fijn ongeveer tussen de 10 en 15 graden. Ik hoop dat jullie me nog een beetje kunnen verstaan. Maar ik ga vandaag Bella en Verona afspuiten. Omdat het zo warm weer is. Ja, kusje. Laten we daar maar eerst mee beginnen. Ja, Bel. High five. Oh, wat en nu is tijd om Verona te afspuiten. Nu gaat deze even in de stapmolen en dan ga ik verder met Ella. Oké, paardje, kom. Zo, Verona staat er daarin en dan klik ik op start. Daar gaat ze. Dag paard. Oké, uitdaging. Nee, het is niet echt een uitdaging, maar het tweede onderdeel. Het kleine boefje. Die moet er ook nog uit. En met het kleine boefje bedoel ik... Bella. Nou, we zijn inmiddels al een tijdje op buitenrit. Nou ja, eigenlijk maar een half uur. Ze stapt aardig door, ze doet niet al te gek. En het is heerlijk weer. En vandaag is ze met haar grote vriendin. Kijk, Pamke. Ja. En Margriet zit daar bovenop. Kijk, daar is Margriet. Nou, en ja, alsof het oud en vertrouwd is, gaat het allemaal eigenlijk redelijk rustig en makkelijk. Het grote voordeel is natuurlijk dat we vaker buiten gereden hebben.
dus redelijk op elkaar afgestemd zijn. Oh god, ze gaat toch dat paadje weer doen. Nou, ze wil paadje op, dus ik moet jullie opbergen. Ja, het ken niet anders. Ze wil paadje op. Oh, let op. Ja. Oh, hij is leuk. Ja, stoppen. Kom. Ja. Kom. Nee, ja, omdraaien was de optie. Nou, nu is het weer klaar. Oké. Okay. Ja, ik heb niet zonder, Frank. Sorry. Sorry. Ja, Van moest er ook even over nadenken. Je denkt, nou Bas, ik weet niet, maar ken dit? Kijk je uit, ik zie hier allemaal beren klauwen. Ja, handen... Je neus krijgt, jij niet op je lijf. Handen binnen. Een beetje zoals je in een bot loopt, of in de... Hoe noem je dat ding? Achtbaan zit, handen binnen. Ja. Hoofd omhoog. Handen, benen binnen. Ik voel me net zo'n kneuter, man. Cross country. Alsof ik aan het binnen ben. Alsof ik... Oh my god. Hey paard, loop jij gewoon door? Oh. Oh. Sorry. Ik wil hem aanhouden. Kom. Ja. Kom zeggen op tegen de paard. Jezus, hé. Ja, het is ook wel erg begroeid hier. Ja. Zo... Hier neem een andere. Ja, zo erg was het eerst niet. Ik doe groot, maar... Goed, Tante Truus had een of andere weg verzonnen die je waarschijnlijk op de Koperobeelden kunt zien. Maar als ik hem verkeerd ingesteld heb, zijn het foto's. Maar goed, ik kan de foto's nog laten zien. Nu zijn we op een beter stuk. Hier kunnen we tenminste weer lopen. Paardjes waren braaf, zijn de trap opgelopen. Onder de takjes door. Nu hebben we dit mooie uitzicht. Tadaa! En een prachtig zonnetje. Dus het leven is goed. En de paardjes zijn braaf. Veel te braaf. Een griep met rare ideeën. Kijk paardjes, we hebben hier kunst. Dit is namelijk de tribune. En dat is van een of andere fietsroute. We zijn hier al meerdere malen langs gereden en hebben ons elke keer afgevraagd wat het dan in hemelsnaam is. Kunst. Vinden jullie het mooi? Laat maar weten in de comments. Wat vind jij ervan, Margriet? Ja. Ik vind het een beetje beklimmerig lijken. Je kan erop zitten. Er liggen ook lege blikjes. Dus ik denk dat ze dat ook wel doen. Ja. Oké. Nou. We zijn bij Blijdorp aangekomen. Schotse Hooglanders. Er staat er zelfs daar een midden in het water. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ik kan niet echt inzoomen zo op mijn paard. Maar ja, Blijdorp-achtig. Blijdorp is een dierentuin in Rotterdam voor mensen die dat niet weten. Maar ik vind het eigenlijk wel tof. Ik heb een verafafwijking. Maar... En wat voor afwijking heb je? Een verafafwijking. Ja, hij is wel uit nu, de GoPro. Oh. Dus dit was het wel, jongens. De rit. En meneer Ruusje gaat met een fietser. Omdat ik vond dat ik een selfie moest maken en niet opletten. Sorry, fietser. Maar misschien kan je wel een beetje liever tegen me doen. Ik bedoelde het niet rot. We hebben ganzen hier. Daar. En we hebben net weer gegalopperd. Nu gaan we lekker richting huis. En ja, ze lopen hard zat. Misschien dat we nog een klein stukje kunnen galopperen straks. En voor de rest hebben we vooral gestopt, hè? Maar ze stappen zo hard dat we toch wel rondkomen. We hadden elkaar al even niet gezien, dus we moesten even bijkletten. Ja, precies. We gaan nou eenmaal best goed stappen. Ja, ik moet ook zeggen dat ik stap en galop. Het lekkerste vind buiten en draf eigenlijk niet zo. Eens. Dat vind ik een soort milkshake beweging dan. Want ze gaan eigenlijk te hard. En je wil eigenlijk ook niet zachter. Dus het zit eigenlijk voor geen meter. Maar goed, kijk dit dan. Is mooi. Paardje is blij. Kijk maar. Blij. Blij. Blij ook blij. Het is ten einde. We zijn weer terug. Waar is Margriet? Daar. We zijn weer terug bij de manege, nou ja, bij de plas, kijk maar. Peulens, twee uur. Ja, twee uur. Dat vindt hij nog meevallen hoor. Het was echt zo voorbij. Maar we hebben een hoop gezien. Lekker bijgekletst. En nu is het tijd om de paardjes af te spoelen. Wat te eten te geven en naar bed te brengen. Wil je meer buitenritten met Margriet? Laat het dan hieronder even in de comments weten. Misschien hebben jullie ook wel leuke plekken waar we dan heen moeten. Een nieuwe uitdaging, want Famke gaat niet heel makkelijk in een tweepaardtrailer. Dus dat kunnen we dan oefenen gelijk. Maar laat maar weten waar we heen moeten. Wat wil je zien van ons?
Vandaag is vrijdag. Zondag gaat ze de F5 starten. Dus ze is nu even buiten aan het losrijden. Maar we gaan zo binnen even een proefje oefenen. Nou, binnen rijden met dit weer is natuurlijk eigenlijk ook wel een soort zonde. Een belletje doet het goed. Een belletje doet het altijd goed. Een lekker ponnetje is het ook. Tres is er proefje aan het oefenen, F5B. Het ging eigenlijk heel goed. Ze gaan nu het halthouden nog even oefenen, want Bel die wil op het midden niet zo hard houden. Jo, oh, daar gaat ze alweer. Volgens mij zijn ze uitgeoefend. Uitgeoefend? Het is ook echt warm, jongens. Het is ook een beetje warm. Ik ben wel blij dat ze niet gehoest heeft. Ja, je moet even goed uitstappen, lekker afspoelen, zweetmesje pakken. Oké, ik zie niks. Ja, dat kun je op de videocamera niet zien, maar ze is inderdaad bezweet. Oh. Lekker hè? Dan wel was af en toe. En er zit natuurlijk luchtgaten in, dus dat is sowieso fijn. Oeh, van je afstomen. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Vergeet niet 26 juli naar de Evo Cup te kijken. Het is in Ermelo. Het is in Ermelo en de toegang is gratis. Iets met blunders? Nee. Doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Doei. Doei.